voor zijn ettelijke jaren verder. Maar eens moet er een eind aan komen. We kunnen kijken naar de vergankelijkheid van macht. Misschien arrogantie. Ondoordachte saamheid. Het zijn allemaal vergankelijke dingen. Maar gerechtigheid is niet vergankelijk. Het geloof dat u hebt gehad, de hoop dat u hebt gehad in gerechtigheid, is niet vergankelijk. Het leeft nog. En dat doet u, dat heeft u elk jaar weer vanaf dit te gedenken, heeft dat u staande gehouden, recht te houden. En ik wil u bedanken. U bent blijven geloven in gerechtigheid. Dat u hoop hebt blijven hebben, koesteren. Dat eens een dag komt waarbij gerechtigheid vier zal staan en ook zal spreken. We kijken uit. Er is een bekendmaking uitgegaan vanuit het Openbaar Ministerie. Dat dus op 20 december een voorzetting van de rechtszaak zal plaatsvinden. Dus we kijken uit naar de activiteiten die op die dag geontplooid zullen worden. Voor wat betreft eventuele calamiteiten, de handhaving van de openbare orde en rust. Dus die garantie geven we wel dat net zoals gedurende de rechtszaken, dat het ordelijk kon verlopen. Dus dat die garantie er zal zijn. En dat we uitkijken naar wat, welke kant op ook zal uitgaan. Op welke manier is die garantie gegeven? Extra manschappen, extra troepen, extra beveiliging? Ja, in de zin van natuurlijk, er is een plan natuurlijk. Je schrijft een plan uit. En dat zal worden uitgevoerd. Er is een command center om de veiligheid, de orde te handhaven. En die plannen zullen dus worden ingezet, uitgevoerd.